wilt je huis graag een nieuwe look en feel geven. Dat begint met een goede styling. Mijn allereerste advies daarbij is dat je je huis heel goed opruimt. Doe zoveel mogelijk spullen weg die je niet meer echt nodig hebt. Of ruim ze goed op. Verberg ook bijvoorbeeld de kabels weg, zodat je die niet meer ziet. Daarnaast kun je met een kleine ingreep vaak al een verrassend resultaat halen. Bijvoorbeeld door een mooie pleat over je bank te leggen of door een nieuw vloerkleed aan te schaffen. Of door bijvoorbeeld je muur een hele mooie kleurverf te geven. Om een nieuw interieur te krijgen, hoef je niet per se allemaal nieuwe materialen en meubels aan te schaffen. Je kunt ook hergebruik maken van materialen. Bijvoorbeeld een mooie oude kist die op zolder staat. Zet er een paar wieltjes onder en je krijgt een hele leuke bijzettafel. Minder spullen kopen, dat ligt voor de hand, zul je denken. Toch kun je er ook eens aan denken om een apparaat wat kapot is gegaan naar een repaircafé te brengen. In de meeste steden en dorpen is dat tegenwoordig te vinden. Ook word je vaak verleid door bijvoorbeeld reclamebrochures of advertenties op internet om allerlei spullen te kopen. Toch veelal prullaria. Dus denk heel goed na voordat je de stad in gaat, heb ik het wel echt nodig? Do it yourself. Je kunt zelf vaak veel meer dan je denkt. Ook op internet, maar ook met een boek uit de bibliotheek, kun je vaak de meest leuke woonaccessoires zelf maken. Denk er bijvoorbeeld aan om je tafel opnieuw te verven. Of bijvoorbeeld een plantenhanger te maken van macramé. Je hebt wel een aantal goede basisgereedschappen nodig, maar toch, met heel weinig middelen en wat geduld, kun je heel veel bereiken. Kleine verbouwingen aan je huis, die kun je zelf doen. Daarbij moet je natuurlijk wel heel goed oriënteren op wat de mogelijkheden zijn. Er zijn heel veel filmpjes tegenwoordig te vinden op YouTube of internet, waarbij instructies worden gegeven. Maar ook kun je bijvoorbeeld naar een bouwmarkt gaan. Er liggen vaak ook folders met allerlei praktische tips. Ook op de website van een bouwmarkt vind je vaak hele handige instructiefilmpjes. Je kunt vrij eenvoudig op je vaste woonlasten besparen. Bijvoorbeeld door je energiekosten omlaag te brengen. Zo kun je bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager zetten. Dat scheelt al gauw €90 per jaar. Ook kun je eraan denken om de verwarming een uur voor het slapen gaan uit te zetten. Dat scheelt ongeveer €20 per jaar. Ook kun je bijvoorbeeld radiatorfolie achter je verwarming plakken. Dat scheelt ook alweer €2 per vierkante meter per jaar. Je kunt ook vrij eenvoudig besparen op je waterkosten. Wist je dat we ongeveer 120 liter water per persoon per dag gebruiken? Het meest eenvoudige is wel om je douchetijd te verkorten naar 5 minuten. Wat tegenwoordig ook weer helemaal terug is van weg geweest, is de regenton. Vang je regenwater op, is kalkvrij, dus uitstekend geschikt om bijvoorbeeld je auto mee te wassen, maar ook om je planten water mee te geven.